Meneer John Witte, als een icoon als Charles Urbanus ermee stopt, dan moet je wat. Waarom zijn jullie bij drie hele ervaren maar onervaren coaches terechtgekomen? Ja, het punt was, ik wist al 2 weken dat Charles om persoonlijke redenen besloot had om ermee te stoppen. Dan ga je rondkijken wat de mogelijkheden zijn. Ik werk graag met jongens uit de eigen gelederen. En ja, als je 3 van zulke iconen zeg maar de kans kunt geven om zich te bewijzen op dit vlak en te denken aan de toekomst van de Nederlandse honkbal, vond ik dit een uitgelezen mogelijkheid. Sidney de Jong stopt ermee, die wordt fulltime coach. Rob Kornemans en Percy Senia blijven spelen. Daar gaat u mee akkoord, dat vindt u voldoende? Ja, dat is zeer uitgebreid besproken. Percy wil zeker nog blijven slaan, meer als aangewezen slagman. Ja, dat is duidelijk. En dat Rob Kornemans niet stopt met pitchen, dat zou ook heel slecht voor het Nederlands honkbal zijn, denk ik. Ik ben zo benieuwd hoe die jongens het gaan overbrengen, want dat ze goed kunnen honkballen, dat is duidelijk. Maar zouden ze het ook over kunnen brengen? Nou, ze krijgen in deze ook zeker begeleiding vanuit zeg maar mijn bedrijf. Wij zitten toevallig in deze business. Dus op het kader van management in zijn algemeenheid krijgen ze verdere begeleiding. En op het gebied van het spelletje hoef ik ze natuurlijk echt helemaal niks te vertellen. Sterker nog, ze weten er veel meer van dan ik. Onervaren coaches of ervaren coaches, dat maakt volgens mij in Amsterdam niet uit. Jullie willen altijd kampioen worden. Ach, ik geloof heel sterk in een termijn van 5 jaren. We beginnen gewoon opnieuw. En wat mij betreft is de doelstelling voor volgend jaar het linker rijtje. Play-off spelen en weer langzaam bouwen weer terug naar de Europese top. En misschien gebeurt het al wel in het eerste jaar, maar dat zien we dan wel. Gaat u ook de netwerken van deze mannen misbruiken om de selectie te versterken? Nou, niet echt. Wij verkeren in de gelukkige omstandigheden dat veel spelers naar ons toe willen. En we gaan eigenlijk volgende week al zitten om te kijken met welke selectie we volgend jaar de competitie ingaan. Sidney de Jong als coach, dat zie ik voor me. Percy Isenia bewijst het al een aantal jaar met de dames honkbalsters. Rob Kornemans als coach had ik nooit voor mogelijk gehouden. Ik moet heel eerlijk zijn, dat was ook voor mij het grootste zeg maar twijfelgeval. Maar ja, de jongens die kennen elkaar door en door. Spreken onderling naar elkaar het vertrouwen uit. Rob heeft natuurlijk ontzettend veel ervaring op het gebied van pitching. En ik denk dat het goed is voor het Nederlands honkbal dat hij dat gaat overbrengen aan de nieuwe generatie.